Hij gaat Max Steel Spike doen. Op Grimmsnarl. Oh my god, en Grimmsnarl is kapot. Ah, maar jongens, het maakt deze challenge wel weer wat uitdagender. We hebben in ieder geval de 8e badge. Yo Nintendo fans! Ik ben nog steeds in shock door de vorige aflevering. Maar op deze nieuwe route mogen we een nieuw Pokémon gaan vangen. En dat is... Oh, een Glalie. Oeh. Ja. Ja, dit zou wel eens leuk kunnen zijn, jongens. Een Glalie. Welk level is Glalie? Glalie is level 46. Ik doe alleen Metal Claw. Dat was helemaal niet de bedoeling. Hij doet Frost Breath. Oh, ga je me nou gewoon bevriezen? Ik wou net zeggen. Ik heb Metal Claw gedaan. Die is super effective. Dat was niet de bedoeling. Gelukkig overleeft hij het. En Glalie krijgt nu HP erbij door een ability Ice Body. Oh, dat komt omdat het hagelt. Oké, let's go. Ik wil Glalie best wel graag vangen eigenlijk. Deze wil ik best wel graag in mijn teampie toevoegen, denk ik. Aangezien we in de vorige aflevering Grimmsnarl zijn verloren. Wat heel erg veel pijn deed. Gaan we hem vangen? We hebben hem gevangen. Nice. Laten we even die stats gaan bekijken van Glalie. Terwijl Persicur naar level 49 gaat. Even checken. 91, 85, 85, 82, 85. Echt een hele allround Pokémon eigenlijk. Niet echt super goed, maar ja, ook niet super slecht. Maar ik denk wel dat het handig is om deze toe te voegen. Vooral nu we ook een Fairy-type kwijt zijn. Die dus goed is tegen Dragon-type Pokémon. Plus, hij is ook gewoon 3 levels hoger dan Gastrodon. Alhoewel, nu twijfel ik ook wel weer. Want we moeten straks ook een keer tegen een Charizard. En eigenlijk wil je Gastrodon hebben tegen die Charizard, denk ik. Oh nee, want die Charizard kent ook weer Solar Beam. En dan gaat Gastrodon in één keer kapot. Oké, nou dan maar Glalie. Misschien hadden we beter uiteindelijk een Bombasnow kunnen hebben. Maar ja, niet alles zit altijd mee in het leven. Oké, let's go. We moeten deze route bewandelen om richting het stadion te komen waar de kampioenschappen plaats gaan vinden. Terwijl jullie al lang weten dat de kampioenschappen niet plaats gaan vinden, omdat er problemen komen door Chairman Rose. En hier is die. Gardevoir. Let's go, Iron Head! En hoppakee, super effective. Lekker Persicur. Gelukkig ben jij nog niet dood, vriend. Gelukkig heb ik jou nog. Diggersby en Slowpoke ook een level omhoog. Diggersby gaat ondertussen ook naar level 50. En Slowpoke ook naar 49. En Graham is verslagen. We gaan weer door. Oké, wat is dit voor trainer? Welke Pokémon heb jij? Hiker Douglas heeft een Steelix. Moet ik denk ik even wisselen naar Diggersby. Ik hoop dat ik de tijd krijg. Wat ga je doen? Curse? Hij vervloekt zichzelf gewoon. De snelheid is omlaag, maar zijn attack is omhoog en zijn verdediging is omhoog. Gaan we eens even kijken of jij Earthquake kan overleven. Hier, Earthquake Steelix. Wat kan je hiermee? Ja, oké. Zijn stats zijn aardig omhoog. Ja, eerlijk is eerlijk. Hij doet Iron Tail, maar mis mij. Ja, het is jammer dat ik nu geen special attacks heb. Anders had ik hem even met een special attack kunnen raken. We doen gewoon nog een keer Earthquake. Let's go. En we hebben er nog wel eentje nodig straks. Hij heeft mij net gelukkig gemist. Ga je nou nog steeds verder boosten, joh? Wat een gek, joh. Dit gaat gevaarlijk worden. Ik moet hem nu verslaan. Als ik hem nu niet versla, heb ik een probleem. Want zijn attack is nu zo erg omhoog. Ah, dit moet wel lukken. Hij heeft echt nog maar een klein beetje HP. Kom op, Diggersby. Maak hem kapot. Maak hem kapot. Ja. Ja, lekker. Oké. Woeh. Diggersby heeft wel altijd die spannende battles, jongens. Als het even moeilijk wordt, dan gebruiken we Diggersby. En daar komt hij ook bijna altijd in de problemen. Heliodorus gaat naar level 49. Heb je nou nog een Pokémon? Serieus? Een Mudsdeel? Nou, dan switchen wij even naar Rillaboom. Maak Mudsdeel kapot. Geef hem maar een drumbeating. En laat de hagel stoppen. Bap, 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 bap. Kijk. Doei, Mudsdeel. Easy. Yo, en dat was het weer. Eens even kijken wie hier nog meer rondlopen. Ik zie daar een Weevil Sneasel. Een Sneaseltje. Een Mr. Rhyme. Oh, een Abomasnow. Ja, kijk, ik had dus misschien liever deze gehad, hè. Abomasnow is wel echt een aardige tank, volgens mij. Level 55. Level 55? Oké, ik moet duidelijk hier op gaan passen. Level 55, Abomasnow. Ah, hij overleeft het ook. Hij is flinched. Lekker. Hij is flinched. Ah. Daar hebben we wel een beetje geluk, jongens. Maak hem kapot. Lekker Persicur. Ga maar lekker die XP'tjes bijschrijven. Level 55. Die liep dan niet in het gras, maar buiten het gras, denk ik. Holy moly, man. Ik heb nog geen één Pokémon die level 55 is, joh. Oh, een Mr. Rhyme. Let's go. Hoppakee. Hier kan ik wel echt lekker trainen met Persicur, jongen. Rillaboompie en Persicur. Bijna een level T omhoog. Level 52 is Rillaboom al, hè. Oh, loop ik nou per ongeluk. Au. Ook nog tegen die Sneasel aan. En ik stoot ook nog mijn hand. Gaat lekker dit, Rick. Gaat lekker. Oh, hij doet Fury Swipe. Dat doet echt geen ene malle moer. Piem. Hallo, meneer. Wat staat u hier met uw telefoontje? Staat u lekker te bellen hier in uw pakkie? Is het niet een beetje koud, joh? Is het niet een beetje koud voor jou in je pakkie? Met jouw Weevil. Weevil kent ook Metal Claw. Lekker bezig, jongen. Maar ik ken Iron Head.
Hoppa. Echt, ze worden allemaal gewoneshot, jongen. Zelfs die Abomasnow van level 55 bijna. Kledel. Dan moet ik even kijken. Welk type was Kledel ook alweer? Psychic en Ground. Dan is dit weer een prooi voor Rillaboompie. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Die move, jongen. Die move is zo sick. Als die super effective is, die move, dan is die Pokémon volgens mij gewoon altijd in één keer dood. Glalie gaat nu naar level 47. Die gaat dus voor het eerst een level omhoog. En die wil Hagel leren. Dat is voor Glalie wel nice. Want als het hagelt, dan krijgt Glalie HP erbij. Dus dat is wel nice. Daarom halen we Icy Wind weg, omdat Frost Breath bijna hetzelfde is. Ik ben wel benieuwd hoor, naar Glalie. Maar ja, hier kunnen we hem niet echt gebruiken. Dit is een piloot. En sowieso heeft die Flying-type Pokémon. Dus ik ga even Heliolis gebruiken voor deze battle. Kijk, inderdaad. Corviknight. Ja, het blijft fijn dat we nu ook een goede counter hebben tegen Flying-type Pokémon, hoor. Daar hadden we altijd best wel moeite mee, Flying-type Pokémon. Hij overleefde trouwens wel, die Corviknight. Oh, en hij mist mij vervolgens met zijn Drill Pack. Dat is geluk. Want dan kunnen we hem gewoon nog een keer raken en dan is Corviknight ook weer weg. Hé, hey, later hè, Corviknight. Ja, anders zou die Corviknight het mij wel lastig kunnen maken, denk ik. En nu, wie krijgen we nu? Een Flygon. Ja, en hier had ik dus Grimmsnarl voor, hè, jongens. Maar nu hebben we dus ook Glalie hiervoor. Dus laten we nu Glalie eens gaan gebruiken. Dus we hebben gelijk eigenlijk een soort van vervanger kunnen vinden voor Grimmsnarl. Al denk ik wel echt dat Grimmsnarl beter is dan Glalie. Wat een grote kop, joh. Ik ga eens even Frost Breath proberen. Glalie gaat voor Earthquake. Dat doet toch ook wel veel damage, hè? Dat is toch wel jammer, hè? Dat dat zoveel damage doet. Hopelijk bevriezen we hem nu. Oh, of we maken hem gewoon in één keer kapot. Dat kan natuurlijk ook, met een critical hitje. Ah, oké. Oké, sterke aanval. Lekker. Drie Pokémon gaan naar level omhoog. Heliolis, Kenslope ook naar 50. En Diggersby alweer naar 51. Nou, goed gedaan, Glalie. Toch wel goed gedaan. Ik weet alleen niet of Glalie heel deze Nuzlocke Challenge gaat overleven. Daar heb ik een beetje mijn twijfels bij. We hebben hier een postbezorger. Heeft die postbezorger toevallig ook Flying-type Pokémon? Ik bedoel, lijkt me wel handig als je postbezorger bent. Meneertje Harper met je mooie krulbaard. Een Pelipper. Dat is helemaal mooi. Daar zijn we namelijk 4 keer super effective op. Vangen, Pelipper. Oh, het is wel een beetje zielig zelf voor deze Pelipper. Nou, het gaat op deze route tot nu toe best wel aardig, moet ik zeggen. We moeten nu tegen een Noctowl. Nou, die kan je ook hebben, Heliolisk. Maar het valt me best wel mee. Oh, Noctowl gaat niet in één keer down. Oh, Noctowl laat mij slapen. Oké. Daar had ik niet op gerekend. Persker, wil jij even helpen? Oh, nu gebruikt hij Roost. Oh. Oh, jij gaat deze tactics doen. Jij gaat mijn Pokémon laten slapen en dan ga je HP weer aanvullen. Oké. Slim, slim, slim. Let's go, Iron Head. Ja, hij is down. Lekker. Slimme tactiek wel hoor. Je tegenstander laten slapen en vervolgens zelf je HP aanvullen. Heel nice. Dat zou ik ook denk ik wel doen met zulk soort Pokémon. Dat probeer ik ook wel eens met Slowpoke natuurlijk. Oké, laten we Heliolisk even wakker maken. En dan denk ik dat we weer verder gaan met Persecutor. Deze Pokémon ook jongen. Mr. Mime. Hoe verzinnen ze het? De Galarian voor Mr. Mime. Wat ga jij doen? Ik dacht even dat hij mij ging bevriezen. Hij is gewoon sneller dan mijn Persecutor. Oké. Ah, ik wilde even jouw XP hebben, want dan gaat mijn Persecutor weer een level omhoog. Kijk maar, hoppakee. 51. Oeh, die Beartic daar, jongen, die lijkt me gevaarlijk. Volgens mij kent Beartic ook fighting attacks. Ik denk niet dat ik met die Beartic wil vechten. Nee, laten we dat niet doen. We gaan gewoon gelijk door naar deze trainer. Go, go, go. Laat die Beartic maar zitten. Ik wil niet dat mijn Persecutor ook down gaat. Oké, Gigalith. Lekker dit. Ik zei dat ik niet wilde dat mijn Persecutor down ging, toch? Laten we maar snel even gaan wisselen voor Rillaboom dan. Gigalith gaat voor Stealth Rock. Dus iedereen die nu vanuit mijn team in het veld komt, die krijgt damage door Stealth Rock. Dus ik hoop dat ik dit gewoon eventjes met Rillaboom kan gaan fixen. En dat hij niet hierna met een ijstype Pokémon komt. Dit gaat wel goed komen. Hoppakee, dat ging bij Rayal namelijk ook top. Hoppa, Rillaboom een level omhoog. En Glalie ook al naar 48. Die is ook even 2 levels gegroeid op deze route. En wat krijgen we nu? Een Rhydon. Oké, toppie. Die kunnen we ook pakken. Ik hoop zo dat Rillaboom ook deze Nuzlocke gaat overleven, jongens. Af en toe carryt hij je team wel aardig, hoor, jongens. Hoppakee. Met zijn grass-type moves die super effective zijn tegen ground en steen-type Pokémon. Dat gaat echt goed. Oké, de volgende trainer. Dat is Glenn en die gooit een Darmanitan. Oh, dit is wel een gevaarlijke Pokémon, guys. Want als zijn HP laag gaat, dan wordt hij namelijk een vuur-type Pokémon. Wij zijn level 51. Oh, hij is ook sneller. Hij is ook sneller. Dit is ook een probleem. Oké, als hij dit overleeft, dan denk ik dat ik hier nou even moet wisselen, jongens. Of overleeft hij dit niet? Hij overleeft het niet. Oké, lekker.
Als hij het zou overleven en hij is sneller, dan kan hij in de volgende beurt een vuurtype move op mij gooien, volgens mij. Oké, wat krijgen we nu? We krijgen nu een Phalanx. Fighting-type Pokémon. En jullie weten nog van B, daar hebben wij problemen mee. En helemaal nu natuurlijk Grimmsnarl weg is. Ja, Grimmsnarl, dat was wel lekker tegen Fighting-type Pokémon. Alhoewel, dat was ook weer een Dark-type Pokémon, dus dat was ook weer niet ideaal. Oké, hij doet First Impression. Is super effective. Nee! Kappen! Ga weg! Jij Phalanx! Opzouten, maak hem kapot. Lekker. Oké. Okay. Die is in ieder geval weg. Ah, deze gast maakt het ons moeilijk. Nu een Grablocked. Ik ga gewoon switchen naar Rillaboom. Dan maar geen super effective moves. Dan maar gewoon drum beating op zijn bakkes. Maakt hij opeens mijn Rillaboom kapot gewoon met één move, weet je wel. Dat zou echt zuur zijn. Bap, 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 bap. Oh, hij overleeft het. Oh, hij gaat zichzelf bulken. Oké. Okay. Bim, 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 bim. Grablocked is gone. En Heliolis gaat naar 51. En we hebben Glenn verslagen. Die had gewoon even 3 Pokémon bij zich. Nou, hoop ik een beetje dat ik deze battle niet hoef te doen. Ik moet hem wel doen. Ik wil dit helemaal niet doen. Ik wil niet tegen jullie. Jullie zijn super irritant. Jullie hebben hele hinderlijke Pokémon. Oh, ik dacht dat ik dit kon ontsnappen. Nee! Klinklang en Heliolisk. Oké. Okay. Nou, ik heb Diggersby en Persegur. En ik kan mijn Ground-type moves natuurlijk niet gebruiken. Want dan raak ik Persegur ook. En daar heb ik echt geen zin in. Dus ik ga maar even gewoon mijn Fighting-type move gebruiken met Diggersby. Hoppakee. Slash er bovenop. Heliolisk is alvast weg. Dat is nummer 1. Ik wil dit niet. Ik wil geen duo-battles. Ze gaan we allebei naar level 52. Dat scheelt. Klinken gaat even zijn speed boosten. Oké, dat mag. Dat vind ik helemaal prima. Doe dit maar de hele battle lang. De hele battle gewoon je speed boosten. Geen probleem. Oh ja, we hebben natuurlijk ook allemaal last van die scheidhagel nog. Dan nu een Noivern. Dan wordt het denk ik tijd om Diggersby even terug te laten trekken. Heliolis erin te gooien. Klinklang gaat voor Zapcannon. Dat doet altijd wel pijn, maar gelukkig niet zo heel veel op Persegur. Ik word wel geparalyzed nu. Noivern doet Superfang, die raakt altijd. Die doet de helft van je HP damage. Oké, ik raak mijn Iron Head. Dit voelt niet goed, jongens. Dit voelt helemaal niet fijn, deze battle. Ik ga even voor de healing, jongens. Ik wil niet down. Ik wil niet dat de Pokémon kapot gaat door zo'n stomme duo-battle die ik niet eens had willen doen. Laat me met rust. Met je Noivern en je Klinklang. Dus even kijken wat er nu gaat gebeuren. Klinklang doet Zapcannon. Die doet me wel pijn. Noivern doet Superfang. Op Heliolisk. Dus die is de helft van zijn HP weer kwijt. Ik doe Volt Switch. Dan is Noivern in ieder geval down. En dan gaat Heliolisk nu uit de battle. Nou ben ik benieuwd wie er terugkomt voor Heliolisk. Maar eerst gaat Slowpoke ook een level omhoog. Oh, ik mag kiezen wie er terugkomt. Oh, dat is super chill. Oh, maar dan laat ik Diggersby gewoon weer terugkomen. Oh, nice. Lekker. Ik ga Persegur weer healen. En dan ga ik aanvallen op Klinklang met Diggersby. Ja, Persegur mag gewoon niet dood, jongens. Dat gaat me echt niet gebeuren, hè. Dat nu gewoon met deze laatste battle eigenlijk hier op route 10 mijn Persegur doodgaat. Dat ga ik echt... Dat accepteer ik niet. Oh, wacht eens even. Ik weet niet wat die allemaal aan het doen is, die gekke Klinklang. Wat een mafkees, joh. Die zit hier bijna met Diggersby kapot te maken. Nou, dan gaan we nou Diggersby healen. En dan zorg ik er gelijk even voor dat Persegur niet meer paralyzed is. Want dat is ook irritant. Even een healing rondje. Ik zeg het toch, deze interviewer en die cameraman, die heb ik de hele game ontweken. Tijdens elke battle die ze met mij wilden doen. Maar ik wil gewoon niet tegen hun battelen. En dit is precies waarom. Kijk, nu ben ik weer geparalyzed. Wat ben je vervelend. Echt. Klinklang, wat ben je irritant. Hij doet ook gewoon te veel damage de hele tijd. Kijk, nu mist hij zijn Zapcannon. Nu is het klaar, toch? Met deze... Ja, met deze Brick Break is het gewoon afgelopen. Heerlijk, hij is weg. Maar ze hebben nog 1 Pokémon nu. Kijk hoe lang deze battle duurt. Ik heb zoveel moeite. Tegen wie moeten we nog? Togedemaru. Ik ga even mijn Persegur switchen naar Rillaboompie. Persegur is paralyzed. Persegur is moe. Persegur is er klaar mee. En dan een Brick Break op Togedemaru met Diggersby. Oh, hij heeft Iron Barbs. Oeh, dat doet wel pijn inderdaad. En Togedemaru die gaat voor Zingzap. Dat doet bijna geen damage. En dan is deze battle klaar, jongens. Nog 1 Brick Break erbovenop. Op Togedemaru. Word ik nog even geraakt door de Iron Barbs. Maar die gaat hem echt niet kapot maken, die Rillaboom. Jeetje. En ja hoor, daar zijn we dan. Hoppakee. Laten we even een stukje fietsen. En dan zijn we in de stad waar eigenlijk nu de kampioenschappen plaats zouden gaan vinden. Waren het niet dat Chairman Rose dat natuurlijk gaat verstoren. Ja, het is wel een mooi stadje dit. Met al die mooie billboard dingen. Ja, dit is nice. Dit is nice. Dit is gezellig.
prachtig stadje. Ja, ik bedenk me nu opeens, hoe ga ik dit allemaal ooit doen als ik tegen Eternatus moet? Ja, dat gaat wel echt een probleem worden, denk ik, jongens. Ik ga snel naar het Pokémon Center, want mijn Pokémon kunnen wel wat healing gebruiken. Doe even een duimpje omhoog als je nog steeds bij deze serie bent. Vergeet niet te abonneren als je elke dag Nintendo video's wil zien. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!